midden op het kruispunt. Hij doet het niet. En ik... Vroeger speelden je kinderen. We hebben een nieuwe bunker voor tijdens de stroomstoring. Kom je erbij? We zijn in Haarlem. En net als in de rest van Noord-Holland is hier de stroom uitgevallen. Verschrikkelijke gebeurtenis. Stroomstoring des doods. Er is hier niemand op straat. Iedereen is naar binnen gevlucht. En wij gaan kijken of we iemand weten te vinden. Een overlevende, een gewonde. Wordt spannend. Heeft u deze afschrijzelijke stroomstoring weten te overleven? Achter het biljart. Ik werk bij een bakkerijtje met de degeneetmachine, maar nu moest ik dus alles met de hand kneden. Hoe traumatisch was die ervaring? Een steenkoud biljart, ballen liepen niet meer. Het was onverwachts anders geworden. Ja. Ontzettend getraumatiseerd. Heeft u slachtofferhulp al gebeld? Nee. Ik denk alleen aan die mensen die allemaal vastzitten in een lift of zo, dat soort dingen. Het lijkt me heel vervelend. Ja. Ja.